vind de man op de tv. Jij ziet de man op de tv? Ja. Bent u dik erop geweest? Echt hoor? Ja. Als wat dan? Eerste keer met de bever. En de tweede keer met een ijsvogel. Toen ben ik erop geweest dat wild bies in Meersen. Kom maar, Wolf. Ja, daar ben ik erop geweest. En dan moet je nu eens op een tuin gaan kijken. Wat een tuin dat is. Jij hebt een mooie tuin. Oh. Komen we er ook biersten tegen? Huh? Heb je ook biersten in de tuin? Ja, ik heb nu al als beelden en bloemen trainen. En wat moeten we dan zien? Hij verheugt, op nummer 10. Hij de straat in. Welke straat? Hij. Oh, heet de straat in? Ja. Op nummer 10? Nummer 10. Oh, maar je wordt nou net op weg ergens anders naartoe? Ja, nee, die zag ik geen gewoon. Hij zei, meneer, moest het ook eens even naar de toe gaan. Oh, dan pak je de auto ervoor. Nee, maar dan rij je zo, hè. Oh, nummer 10. Op nummer 10. Nou. Als dan de weerfluister hier niet toe is, dan toch maar de... Ja. De tuinman. Nou ja, de bekendste man van TV van Borgharen. Onze Nico. Is dat Nico? Ken jij hem dan, Rudy? Nee. Oh. Een Nico. Oh, je bedoelt zoals die Nico van... Ja, maar die was niet van de tuin, hè? Oh. Dat was Rob. Oh ja, Rob. Ja. Oké. Oh, kijk. Hij is nog hier tot door als mee. Gaas! Ken een Nico en ook ken een Rob volgens mij. Ja. Ja, hij heeft ons klem gereden. De weet wel, jong, ik ben toch beroemd bijna. Kiek. Dakers? Dakkers. Oh, dat is een C. Dakkers. Dakkers. Berg. Berke. Oké, okay, Berke. Dat vrouwtje. Oh, dat zuur zij wel. Jazeker. Is dat? Dat zijn allemaal kennissen. Allemaal kennissen. Allemaal kennissen. Leuke mensen in de straat. Oh, dat kent ze niet één ding. Beer. Zo'n schat van een mens wie ik ben, hè? Ja, en zo bescheiden dat ook, hè? Beer, laat gewoon. Oh, met zijn kwezen jij. Welkom. Och, kijk nou toch. En dan vul ze zich ook direct welkom. Ja. Oh, Rudy, dit is echt een hoofd van dik, hè? Jazeker. Rudy is dol op kabouters, ah, namelijk. Ja. Als er maar geen knipkabouter zit. Nee, ja, wie noemen Rudy soms de knipkabouter, omdat hij altijd de uitzendingen kloor maakt. Ja, ja. Dus, maar we gaan niet meer, we knippen nooit in de mensen die we interviewen. Dus de hoofdstuk gaan zorg te maken en die wordt niet geknipt. Nee, serieus. Nee, dat hoort zo niet. Hé, hey, maar er stond nog iemand op het plekje bij de voordeur. Is dat die vrouw? Nee. Mijn vrouw leeft niet meer. Nee, maar er stond toch een tweede naam bij? Ja, Dakkers Pierij. En hoe lang ben ze zonder vrouw? Van december. Godsamme. Ja. Dat is nog maar pas. Dat is zeker pas, dat weet ik ook. Oh. Gelukkig dat ik zus alles achter de rug had, van 60 jaar getrouwd. Goeiedag zeg. Dus normaal gesproken zoet je hier samen lekker op het bankje. Ja. Veel wonen genieten. Maar ik ga eerst door naar een vijver. Met een waterval en al.
En daar ben ik toen in de zaal op de tv met geweest. En daar hebben we toen de eerste prijs gehad wegens de Schoense tuin. Aha! Maar waarom hebben ze dit dan weggehaald, Beer? Ja, ik kreeg hem niet meer zuiver. En de folie begon kapot te gaan. En dan moest ik eerst een nieuw water erbij laten gaan. Daar hebben we maar besloten om me weg te doen. Ik heb nou wel een lievelingsbeeld, Beer. Ik heb hem al gezien. Ja. Welke denk ze? Hey, dat vruikje, hè? Ja, dat is een goeie. Dat vruikje zonder arm? Ja. Nee. Nee, dat is niet er schuin achter. De kabouter met de surfplank. De surfplank. Ja, dat vind ik helemaal te gek. Waarom een kabouter met een surfplank, Beer? Ja, jong, als ik het krijg, hè. Maar dat heb je gekregen? Dat heb ik gekregen. Dat wordt dit en dat wordt dit wat daar achterin staat. Tegen de moerdoos heb ik compleet al. Oh, dat is ook een aparte. Ja, dat moet een tweeling zijn. Hè. Te herkennen aan de slippers, denk ik. Ja. Allebei flip-flop. De einde moet ik even van dichterbij. Ja. Surfplank en duikbril. Ja. Oh, kijk. Creatief. Ja. Ik heb alles, joh. Maar is dit echt... Ja, dan komt geen water uit. Nee. Is dit nou een... Een wc-pot. Dat zie ik. Maar is dit ook een wc-pot waar Beer zelf ook wel eens op gezet is? Oh, ja. Echt hoor? Ja. Dat heb ik jaren gehad. Maar er wordt de lieg voor de vrouw. Oh, er wordt de lieg voor de vrouw? Ja. En er moet een hoeger hebben. En dan heb ik de bovenrenning in een hoeger gezet. Waar is de vrouw groter als die dan? Nee, wel kleiner. Kleiner? Ja. Maar wel gaat flinken. Maar de wc-pot was te lieg voor de vrouw, maar die had ze geen moeite mee. Ja, die moest je zeer... Ja. En dat ging lastig. Maar die heeft ze toch ook jaren opgezeten dan? Daar heb je zeker jaren opgezeten. Duizenden dan ook wel... Daar heb je zeker 60 jaar opgezeten. Op die pot? Ja. Duizend nog wel eens af en toe voor de bemesting van de... Ja, als je goed gedrukt hebt. Dan is de redding nabij, hè? Ja, joh. Ja. Hé, maar was de vrouw krank? Ja. Ze was ook in de inrichting. En de laatste twee maanden, vooral de dag ongeveer 3 jaar, en dat ze in Bunkdoor. Maar ja, het is niet gelukt, feitelijk. Ja. En dan moesten ze... ook kanker en zo gaat het allemaal. Hè. Ja, en dan moesten die vruiken, was ze meer dan 60 jaar mee samen best geweest, moesten ze dan toch afgeven? Ja, we zijn 60 jaar getrouwd geweest. Ja. In april. En ik leef al zo al 7 jaar. Want zij waren 14 en ik waren 17. Ja, zo lang is dat. God, jij. En wat was dat voor een tijd dat je elkaar leerde kennen? Dat was een tijd had ik 2 armen gebroken. Wat had ze dat mee gedaan? Met voetballen. Oh jee. De keeper houdt me eens en op de bal. Ik wou de bal kopen. De keeper houdt me eens. Dat was een beslissingswedstrijd. Ja, net heeft hij me bewusteloos gegooid en ik ben gevallen. Zonder dat het weet. Dus ik was al bewusteloos voordat ze op de grond terecht kwamen? Ja, ja. En ik weet natuurlijk niet wie je eruit ben gekomen. Maar in ieder geval, ik had ze allebei gebroken. En zijn we verpleegster? Nee, verpleegster is er niets geweest. Nee, maar hoe kwamen ze, want ik zei van... Ze hadden toen een tweeling. En dan kwamen ze met een tweeling naar Borgaren met hun vriendin. Hij naar de bekkers, de pong.
En zodoende heb je ze eerst keer getroffen. Maar wat bedoelt ze met een tweeling? Zijn mam had een tweeling gekregen. Oh, en daar ging ze mee wandelen? En daar ging ze mee wandelen. En toen ziet je elkaar tegengekomen? Ja. En dit had twee armen, Gieps? En ik had twee armen. Ja. En dat vond ze zo zielig dat ze dacht van... Ja, ze had je dag natuurlijk. Ja. Dat kan toch niks meer. Je pakt hem maar. Ik kan ook geen tegengas geven. Hey, Beer, kan ze nog wel genieten van die tuin? Ik kan genieten van mijn ja, tuin. Ja, ondanks dat ze nou alleen zit. Nee, ik ben blij dat ik de tuin heb. Ja. Dan heb ze het te doen, zolang als ik het kind doen. Zo is dat. Ja, want zeg maar, binnen zo is nog 87. Best ik 87? 87. Ik moet mijn mutsje aandoen. Kijk toch, hoor het dan ook nog. Ja, die hoor die heb ik. Hè. Dat heb ik altijd de vrouw zijn opa. Hè. De hekje zag, de lessendruppel van de Geneva. Hè. Als ze in de droom zat. Ja? Dan moesten ze over hun horen wrijven. Okay. En dan bleef ze altijd te horen houden. Ja. En dat heb ik ook gedaan. Ik drink geen Geneva, hè, joh. Wow. Want ik ben de bewaarste laatste druppel nooit. Ja.